De palliatieve informatiewaaier is bedoeld voor patiënten die niet meer beter worden. En voor wie er waarschijnlijk wat meer ondersteuning nodig is in de thuissituatie buiten het ziekenhuis. Het is een klein handzaam naslagwerkje eigenlijk. Een soort wegwijzer voor zorg in de palliatieve fase. We hebben in een eerder project nagevraagd bij patiënten met longkanker waar ze nou behoefte aan hadden. En er bleek toch veel vraag naar informatie over wat er in een omgeving thuis mogelijk is aan ondersteuning. Er zijn heel veel vragen die mensen hebben die moeilijk beantwoord kunnen worden. Men gaat op internet zoeken. Een wirwar van keuzes zijn er. In de waaier staan de juiste websites vermeld op regionaal niveau. Kun je die aan laten passen, zodat de patiënt in jouw regio ook jouw website gaat vinden. Of de website die jullie belangrijk vinden in jullie regio. Het is niet voor iedereen makkelijk om de waaier uit te reiken. Hiervoor hebben we een opleiding gehad via Palliatief Netwerk Stadsgewest Breda. Om zodoende de waaier op de juiste manier uit te kunnen reiken. Veel informatie in, hè? Het is ontzettend veel informatie. Het fijne aan de waaier is dat mensen hem ook gewoon in de kast kunnen leggen en hem daar weer uit kunnen halen op het moment dat het nodig is, dat het echt een soort naslagwerkje is. En wat we hebben teruggekregen van patiënten bij de evaluatie is dat ze ook over het algemeen erg tevreden waren met deze informatiewaaier. 80% gaf aan dat het een goed hulpmiddel was om in gesprek te gaan over dit soort zaken. En 90% had ook meer grip op zijn situatie door deze waaier. Bij het uitreiken van de waaier door de oncologieverpleegkundige waren mijn man en kinderen er ook bij en we kregen gelijk een goede uitleg, maar het was ook op dat moment zeer confronterend. Ik had op een gegeven moment thuiszorg nodig en toen heb ik de waaier gepakt. Ik denk, misschien staat er wel informatie in hoe ik daar terecht kan komen en inderdaad heeft mij daardoor geholpen. Niet overal werkt men met de waaier, maar ik kan deze zeer aanbevelen. Zowel voor de patiënt, zijn partner en ook voor mij en mijn collega's is het een zeer waardevolle toevoeging.